nou alle senioren lessers. Ik heb jullie al een week of 2, 3 niet gezien. Helaas. Ja, het mag nog echt niet. Privé, bureau, groep. Allemaal nog verboden. Dus balen. Maar ja, ik ben toch maar met de meiden naar het schoolplein. Daar hebben we wat leuke oefeningen uitgezet. Met krijt. Dat zouden jullie ook nog kunnen doen. Maar je hebt misschien een muurtje ergens in de buurt. Of tegen de schutting. Je kan in ieder geval jezelf toch een beetje fit houden. Ik heb hier een schoolpleintje gevonden met een mooi muurtje. En ik wilde jullie toch eventjes, misschien op een zondagmiddag als je vrij hebt. Of als je ook niet mag werken. Of in je pauze, als je thuis aan het werk bent. Kan je toch even je racketje pakken en een balletje slaan. Hè? Je kan beginnen bij de muur met even je service spelen. En daarna ga je gewoon lekker alle slagen herhalen. Voorhand, backhand. En je kunt zelf nog even doorlopen naar voren, naar de muur. En eigenlijk al je slagen smash tussendoor herhalen. Nou, dit is al best wel even een lastige uitdaging. Maar wel heel leuk, denk ik, om even te doen. En zo ben je toch een kwartiertje lekker sportief bezig. Wat ik al zei, wij hadden krijtjes. Dus wij hebben nog wat nummertjes erop gezet. Dus je kan nog een beetje gaan mikken. Kun je ook even alle slagen doen. Nou, vooral belangrijk, controle. Niet te hard slaan, maar netjes. Te hard, ja, dan vliegt de bal. Heel hard terug. Heel veel plezier, heel veel succes en hopelijk tot snel op de tennisbaan.